Hi, dankjewel dat je kijkt naar mijn travelvlog. Bij deze, de verrassing die ik je vanochtend beloofd heb, een tweede travelvlog op één dag. Ik weet hoe leuk jullie de travelvlogs vinden. Jullie comments zijn fantastisch. Zelf vind ik ze ook erg leuk om te maken. En daarom heb ik besloten om een 21-day vlog challenge te doen. Betekent dat wat je denkt dat het betekent? Yup, dit is voorlopig de laatste wekelijkse travelvlog. Vanaf morgen krijg je de aankomende 21 dagen, namelijk elke dag een travelvlog. Ik wil kijken hoe leuk jullie het vinden om mijn avonturen dagelijks te zien en of ik het zelf natuurlijk trek om elke dag een video te maken. Laat vooral in de comments weten of je dit leuk vindt en meer zou willen zien. In mijn tweede week van Shanghai maak ik de perfecte dag mee. Het komt niet vaak voor dat een dag zo op rolletjes loopt, dus ik ben zwaar in mijn nopjes met dimsum, een flinke shopsessie en een fantastisch uitzicht aan het eind van de dag. Ik ben echt sinds Beijing op zoek naar fatsoenlijke dimsum. Ik had al wel iets gevonden, maar het was niet echt. Weet je, ik kon een paar dingetjes bestellen, maar niet zeg maar zo'n uitgebreide kaart. Ik heb hem gevonden hoor, finally. Het blijkt eigenlijk echt een Hongkong ding te zijn, maar ik wist dat je ook een Shanghainese stijl had. Dus die heb ik nu gevonden in een super fancy hotel. Maar zonder de fancy prijs. Wat ik tot nu toe heb besteld, gaat me denk ik ongeveer 15 euro kosten ofzo. Wat zwaar boven een backpackers budget is, maar ik zie het als een culturele activiteit. Dus daarvoor heb ik een apart budget. Trouwens, ik was vroeger vrij geïntimideerd door dit soort fancy hotels. Maar sinds ik er in vrij veel ben geweest, weet ik dat als het een echt goeie is, dan doen ze altijd aardig tegen je. Maakt niet uit hoe cracky je eruit ziet. Ik bedoel, ik zie er nu ook niet uit met mijn Marvel t-shirt en een korte broek en mijn sportschoenen dat ik hier binnen kan lopen. Maar ze doen wel super vriendelijk en ze waren eigenlijk nog niet open. Ik zet de link van het hotel in de beschrijving. Mocht je in Shanghai zijn, dan kan je hier goede dimsum en service vinden. Oh yes, come to mama dimsum. En nog meer. Ik heb echt belachelijk veel besteld. Ik denk niet dat ik dit allemaal op kan, maar we gaan het zien. En yup, het is allemaal opgegaan. Ik heb genoten van elke hap. Ik ben in de shop helemaal beland. Alles kost 5 euro. Echt rokken, jurkjes. Dan moet ik nog kijken hoe duur het is, maar 4, 5 euro. Dit is echt een gekke huis. De muziek staat keihard. Mensen lopen echt aan dingen te trekken. Het is best wel druk, volgens mij nog niet heel druk. Ah, moet je niet zijn als je niet van drukte houdt. Yay! Ik ben goed geslaagd. Ik heb echt mega veel gekocht. 2 jurkjes, 2 rokjes, een paar schoenen, t-shirt. Ja, echt gewoon heel veel. Het meest trots ben ik op deze fake, ik weet niet eens of het fake is, maar whatever, Chanel schoenen. Ik dacht dat ze open ding waren, maar daar zit zelfs ook gaas. Dus dat zijn gewoon pumps. En ik ben echt zo blij mee. Ik heb afgedongen van 350 renminbi. Ik heb hem echt gewoon uitgelachen de hele tijd. Naar 90, wat neerkomt op 13 euro. Woep woep, goede deal. Wow, super coole gebouwen aan de kant van de Oriental Pearl. Jeetje, ik draai me even om en dan ineens is hij daar. De Oriental Pearl. Wat een gebouw. Sommige Chinezen hebben nog nooit een blanke persoon gezien. Ik moet dan ook regelmatig met ze op de foto als attractie. En met zulke lieve meisjes is dat eigenlijk alleen maar leuk. Yo, het is echt niet normaal. Het is dit hier van de toeristen. En alsnog willen meisjes dat ik met ze op de foto ga en zitten mensen echt helemaal om te kijken. Ik vind het echt heel grappig. Maar ik had het helemaal niet in China verwacht. Dus ik zit de hele tijd van, huh? Echt? Oh, oké, leuk. Ik ben te vroeg van mijn yogaklasje en loop al dagen op een ijsje van de McDonald's te azen. Die haal ik dus mooi meteen. Oh, dit is zo lekker! Zwarte sesamijs van de McDonald's in Shanghai. En een zwart sesamkoontje. Echt zo cool. Check de locatie van de yogaschool waar ik zo meteen yogales heb. Dit is echt insane! Zo'n mooi uitzicht. En dit is ook precies de reden waarom ik yoga wil doen in elk land waar ik kom. Want dan kom je gewoon op plekken waar je normaliter niet zou komen. Yo, dit was echt next level yoga. Deze vrouw kan sowieso tippen aan mijn lerares in Amsterdam.
misschien is ze zelfs beter, dat durf ik niet te zeggen. Ze hebben niet tegen elkaar gebatteld of zo. Crazy. Ik ga haar website hieronder linken. Ze is elke keer in andere landen, in India, in Vietnam. Mocht je daar zijn, oh, dan moet je echt een les van haar volgen. Ze heeft me ook een naam van een hele goede leraar in Amsterdam gegeven. Die zal ik ook hieronder linken. Dit is echt... Voordat ik de trein instap voor 31 uur, yes, je hoort het goed, 31 uur, bereid ik me natuurlijk goed voor door eten te halen. Oké, ik heb clean eten nog niet eerder zo goedkoop en zo lekker meegemaakt. Dit is letterlijk gewoon een soep met tofu en heel veel verschillende groenten. Ik heb 3 maaltijden die ik mee ga nemen in de trein. Bij elkaar was ik 47 yuan kwijt. 65 yuan is ongeveer 10 euro. Dus ik heb ongeveer, nou wat zal het zijn, 7, 8 euro betaald voor 4 maaltijden. Helaas is het niet altijd een unicorns en rainbows wereld. Je ziet ook dingen die echt niet tof zijn, maar waar je niks aan kan doen. Eén ding wat ik je niet laat zien en ook niet ga laten zien, is het dierenleed hier in Shanghai. Ik heb wel wat gezien in Beijing en natuurlijk ook een beetje in Indonesië en in Xi'an. Maar hier in Shanghai is het echt, echt heel erg. Met name zeedieren zoals vissen, kikkers. Kikkers zijn natuurlijk geen zeedieren, rivierdieren. Maar ik zag net een schildpad op straat. Echt zo'n hele grote, zo'n hele mooie. Die laat ze dan maar gewoon op straat staan. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben niet zo heel snel geraakt door dierenleed. Eerder door een beetje zielige mensen, oude mensen op straat lopen te bedelen. Maar hier is het echt zo erg dat ik gewoon soms weg moet kijken. Omdat ik denk van, jullie sporen niet. Jullie doen alsof jullie bakstenen aan het verkopen zijn. Of speelgoed of iets dergelijks. Ik heb ook, toen ik met Aukje was, dat was wel in Xi'an trouwens. Heb ik een zakje gezien met een goudvisje erin. Misschien zo'n klein dingetje. Dat was dan een sleutelhanger. Voor, ja, als speelgoed voor kinderen. Het is echt, echt heel bizar. Ik vertel het er wel over, want ik zie het echt heel veel en het raakt nog heel erg. Maar ik ga het je niet laten zien, want het is echt erg. Hoe dan trouwens? Een ambulance staat hier gewoon voor een rood licht. Ongelooflijk. Na al deze indrukken ga ik beginnen aan nog een bijzondere ervaring. De monster treinreis van 31 uur. Ik zeg je nu alvast. Zet dit op je bucketlist. Ik heb een hardsleeper en naast waanzinnige uitzichten kan ik me niet herinneren wanneer ik zo goed en heerlijk geslapen heb. Ik heb oprecht genoten en kom heerlijk uitgerust aan in Chengdu. Yes! Eindelijk warmte! Oh my god, ik heb het zo koud gehad in Zuid-Korea, Beijing, Xi'an en Shanghai. Ik ging nog wel, maar nog steeds was het vrij koud. Ah, ik ben blij, eindelijk weer warmte. En Hongkong is straks ook warm en Thailand is straks ook warm. Een van de twee redenen waarom ik in Chengdu ben, is omdat het een van de grootste steden is in de provincie Sichuan. En Sichuan eten staat er echt onbekend, ja, als het lekkerste eten van China. Dus dat moet ik zeker proberen. Ik heb dit gisteren ook gegeten. Het is pittige tofu en aubergine en snijbonen, kousenband. Ook in een pittige saus. Vet lekker allebei, dus ik heb het gewoon nog een keer besteld. Dit eten is gewoon te lekker. Als je van lekker eten houdt, moet je echt naar Sichuan. Zo lekker. Morgen komt mijn eerste dagelijkse travel vlog online. Voor zover je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu, want dan mis je geen enkel reisavontuur. Ben je al wel geabonneerd? You rock! Dankjewel. Tot morgen.